centje. Ha! Woe! Oh, wat hebben we er toch een partij zin in, jongens. 19 juni start die challenge. We gaan even een potje goud groot worden in 6 weken. Oh, wat hebben we er zin in. Het is mooi weer. Wij zitten lekker in de airco. In de gym hebben we airco. Het is 35 graden, dus we gaan eerst even lekker in die airco flaneren. Kom op met je nest uit en maak mij trots! Ja, maar. Even mooi flaneren. Flaneren! Hey. Ja jongens, je moet er op tijd bij zijn. Want ik kan de shirt weer uit, hè. We nemen even een paar scoops. Tijdens het rijden mag je niet zelf scoopen. Ja, het mag wel, maar dat moet ik zo doen. En mij maar een scoop. Slokkie. Lekker ijswater. Heerlijk. Wat is er? Huh? Wat is er? Is die hele pot onder kotsen? Huh? Is het allemaal in mijn neus? Nog een volle scoop moet je wel. We gaan de hele verkeerde kant op. Wat? We hebben de muziek even ingeruild. Voor het geluid van de Maserati! Dit is toch goud! Moet je horen, wat een lekker geluid. De V2 die kikt in, jongens. Here we go! Ik denk dat we even moeten keren. Deze pep wil racen in zijn smaak. Ik denk niet. Zal het wel. Een band is hier ook. V2 die kick lekker in. Wij gaan naar binnen. We gaan een gigantische zieke rugworkout doen. Ik ga alles laten zien, want we moeten de komende weken gewoon echt even rammen, weet je wel. Even uit die comfortzone, minder vreten. Best naar feestjes gaan en zo, als je maar minder vreet en gewoon harder traint. Elke denkbare rugoefening, die klap jij er gewoon uit. Als je hoeft niet altijd volgens het schema te werken, weet je wel. Dat is gewoon een richtlijn. Wat een geluid. Het leukste is dat het ook niet verveelt, hè? Maar zie je die zo binnen? We gooien er ook even wat pumps in. Komen die aderen mooi naar buiten. We hebben de ziekste pomp van ons leven. Kijk, in een scoopje makkelijk, in een koud flesje. Plattensysteem. Twee scoops en go. Oké jongens, we zijn hier bij de deadlift. We zijn natuurlijk warm. We hebben het opgebouwd, rustig, en we zijn beland bij 200 kilo. Dus we gaan even kijken hoe vaak we die kunnen doen. Ik hoop 3 tot 5 keer. En ik heb al gezegd, hè, we zijn rug aan het trainen en we gaan helemaal los vandaag. We hebben gewoon heel veel zin erin, dus ik gooi die deadlifts erbij aan het begin van de training. Want dan ben ik helemaal fired up als ik zo meteen die andere oefeningen ga doen. Dus even rammen, even het zenuwstelsel een opdaven geven en die schijven door de tuk heen gooien. Oh, wat lekker zeg. Haal het best uit jezelf. Oh, die set van net was zo lekker. Dus we gaan even 22 proberen. Lang niet geprobeerd. Maar de reden dat ik een lange broek aan heb tijdens het trainen met 30 graden is omdat we deadlifts doen vandaag. En wat er gebeurt is dat die stang, als je hem goed doet, gaat de stang langs je geen been. Dus als jij een korte broek aan hebt, nou, dan haal ik hem gewoon helemaal open door de stang. Dus daarom heb ik een lange broek aan, jongens. Ja, lekker zeg. Ik ga even lekker planeren hierop.
fantastisch, fantastisch. Want ik weeg 86 kilo. Nu zijn we helemaal hyped. Door die deadlifts, hè? Doordat je even buiten je comfortzone bent gekomen. Je hebt even die schijven door het dak heen geramd. En nu gaat die echte training beginnen. Dus we zijn hier bij de lat pulldown, mijn favoriete oefening voor die rug. En wat belangrijk is, is dat je die hakken helemaal op de grond duwt. Onder dat steuntje. Plat op de grond. Stabiliteit is heel belangrijk bij deze oefening. Die doen toch even hun werk, hé. Die hele rug staat een knapje op, moet je kijken, joh. De hele hemd. Ah, lekker. We hebben hier nu de reverse lat pulldown, reverse grip. Dus ik pak hem onderhands beet met mijn vingertoppen, zoals een haak zo erin. Boom. Belangrijk is dat je die stang naar je borst toe brengt. Dus hier zo, open die borst, tak, tak, tak. Zodat die rug volledig uit elkaar wordt geklopt. Let's go. Deze oefeningen is dat je die borst, boom, open, gewoon opent, naar die stang toe, verwelkom het gewicht op die borst. We zijn beland bij de laatste zware oefening. We zijn dus begonnen met de deadlift, wat heel zwaar is voor die onderrug. Maar nu doen we de bend over row met een bovenhandse grip. Ook heel zwaar voor die onderrug. Dus die heeft even rust gehad door af te wisselen met de lat pulldown oefeningen. En nu eindigen we weer met de zware oefening, zodat we zometeen weer helemaal op mannetje zijn als we die gym uitstappen. Let's go! Slok je BCAA en gaan met die banaan. Als je deze dus zwaar doet, helpt het je ook weer in je deadlift. Woe! En is natuurlijk ook een fantastische core oefening. Buikspiertraining. Jongens, ik lees de comments, ik zie het vaak voorbij komen. Ik doe nooit meer een ab workout. Behalve gewoon heel zwaar liften. Dus dat is de ab workout, jongens. Ga voor goud, goeie lekker. Wij gaan zo meteen flaneren en we nemen jullie mee. Tot zo. Ja jongens, daar zijn we weer. Kleine Sam is er ook bij. Wij gaan even lekker flaneren hier hoor. Hier trainen we toch voor? Om weer helemaal het mannetje te zijn. Met het shirt uit. Godverdomme. Kijk deze captain. De zomer die kan beginnen. Shirt kan weer lekker uit. Ja. Hard trainen ervoor. Met z'n allen voor goud gaan, jongen. Morgen start de challenge. Schrijf je in. Volg het spieropbouwprogramma als je goud droog wil worden.
Volg het afslankprogramma als je net bent begonnen met fitness. Dus eigenlijk voor beginners. Ome Woedroe doet mee. Sam Hoogland die doet mee. En we gaan echt een potje goud droog worden met z'n allen. Jij wilt toch niet dat groeimaatje zijn? Dat elke keer zijn fucking shirt aanhoudt. Tijdens het flaneren op het strand of op een boot. Nee toch? Dat wil je niet. Je wil ook meedoen met de rest. Dus laat die chips staan. Zuip iets minder je kop eraf. En doe even lekker mee met die challenge. Maak ons allemaal trots, jongens. Groei lekker. Check je groeimaatje nu zijn nest uit. En breek dat hele land af. Yeah, buddy! Joël Beukers hier. Vandaag gaan we lekker groeien. Pleur die schijpen door het dak heen! Adem in, vul die longen met zuurstof, stuur het naar je spieren. Beeld in dat je gaat groeien. Groeien, groeien! Helemaal gek! It's over 9000! Groei maatje, je hebt lekker getraind. Vergeet je proteïneshake niet en ga voor goud. Groei lekker! Je moet eten om te kunnen groeien. Weg met WhatsApp, die meiden komen later wel. Eerst groeien hier in die gym!